Goeiedag. Als u mij nu zou vragen, moet je gaan stemmen? Dan zeg ik ja. Dat moet je eigenlijk wel doen. Dat is een soort democratische plicht. En bovendien is dat een manier om mede vorm te geven aan de toekomst van onze prachtige gemeente Vijfheerenlanden. Het gebeurt één keer in de 4 jaar en dan kunt u mede bepalen wie er in de gemeenteraad komen. Als u vervolgens aan mij gaat vragen op wie moet je stemmen, ja, daar heb ik geen duidelijk antwoord op. Ik ben burgemeester, ik ben neutraal, ik sta boven de partijen en bovendien ben ik ook nog een partijloze burgemeester, dus ik weet het zelf ook niet. Nou, om u en mezelf een klein beetje te helpen, hebben we het Kieskompas. Dus u kunt gewoon gaan naar kieskompas.nl. Daar ziet u allerlei stellingen, zoals deze. Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoning hebben. En dan kun je kiezen, helemaal eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens of geen mening. Nou, zo komen er een aantal stellingen voorbij. En aan het eind wordt dan duidelijk bij welke partij in onze gemeente u het dichtste staat. En dat kunt u meenemen uiteindelijk in de keuze van uw stem. En dan is er nog iets bijzonders. Dat is Steffi. En Steffi is een beetje een hulp bij het Kieskompas. Speciaal voor mensen die laaggeletterd zijn of die de politiek wel heel veel moeilijke woorden vinden hebben. Dan kun je Steffi gebruiken en dan kunt ook u dat Kieskompas maken. Nou, ga stemmen. 14, 15 en 16 maart.